Dankjewel, Matthijs. We vieren vandaag niet alleen het boek, maar ook de tentoonstelling. Bart Jabot gaat daar zo meteen iets over vertellen. Bart zat in 2009 in Saint-Amour. Lid voor de pauze altijd, van het eerste deel. En ik ga eerlijk zijn, Bart, ik herinner mij het laatste gedicht niet helemaal. Het was iets met een buurvrouw en waar je dan op gelder of zo. Maar het eindigde fantastisch waar wij met je eigen vrouw, zoals poëzie en anders in ieder geval niet autobiografisch, op een bandje zat in de tuin, naar de ondergaande zon kijkend, zoiets, en dan nieuwe tegenslagen blijmoedig tegemoet zien. De laatste zin is mijn levensmotto geworden, dus waarvoor dank. Het was 2009 toen, toen had je nog geen idee wat je allemaal te wachten stond. Maar kijk, ik zie dan, levert er wel, daar zijn we heel blij mee. Hij is door de tentoonstelling geraasd en er is nog iets van over, dames en heren. Bart Jabot. Goedenavond, dames en heren. Dat was, het ging niet over mijn buurvrouw, Sven. Dat was de buurvrouw van Martin Bril. Ja, daar had ik niets mee te maken verder. Voor alle helderheid. Voordat de historie verkeerd gaat lopen. Als ik een heel eigen leven ga leiden, dan heb ik een hele grote probleem. Ik ben met mijn vrouw elkaar bezig die vanavond, dus dat wordt heel ingewikkeld straks. Dames en heren, ik ben er heel erg bewust dat het voor mij een hele grote eer is om hier te mogen spreken vanavond, omdat ik natuurlijk een Hollander ben. En ik weet, velen van u hier in Antwerpen woonachtig, dat u, dames en heren, niet altijd met de meest warme gevoelens aan mijn landgenoten denkt, wat voorkomt uit het gedrag van mijn landgenoten, met name in de weekends. Hun luidruchtigheid en lompheid, en hun aanwezigheid, zal ik maar zeggen zelfs, en hun krenterigheid trouwens ook. Dat is jullie doorn in het oog en vandaag ook een bijzonder grote eer vind dat ik u vanavond mag toespreken. Ik had zelf, als u wel weet, voor een Belg gekozen, maar ik vind het dus ontzettend. Om het enigszins goed te maken, want ik draag vader een bijzonder warm hart, om het enigszins goed te maken, woont sinds 2 jaar hier een zoon van mij in Antwerpen, eerst in de Keizerstraat, later in de Rodestraat. En die doet het heel erg goed. Die studeert zowaar. Ik bedoel, ik ben er ook hier naartoe overigens, maar hij doet ook echt. Dus dat is een pre. En hij mag zich verheugen in een grote verzameling Vlaamse vrienden, dus hij is hier goed geland. En dat is eigenlijk dat mijn zoon Maurits, hij is ook vanavond trouwens aanwezig dat hij hier woont en werkt, dat is rechtstreeks dank aan Luc Kornwits. Jij krijgt de schuld daarvan, Luc, en ook Marjan in zekere zin wel, want 5,5 jaar geleden, Sven memoreerde al 5,5 jaar geleden, heb ik gevraagd om mee te doen naar Saint-Amour. En ik zei toen ja, uiteraard, want het is iets wat is een privilege om daar mee te mogen doen. En maar je wordt dan geparkeerd in het Hilton hier op de Groenplaats, in een waanzinnige suite. Maar ik dacht, je kan volstop met eten en drank, onvoorstelbaar. En Maurits ging heel vaak mee, ook Sebastian Anders ging ook mee, maar Maurits ging heel erg vaak mee. En Maurits werd aangestoken door het virus dat Antwerpen is en dat hem heel erg goed beviel. En hij woont hier dus nu. Ik herinner mij dat de Saint-Amour van toen, 2009, als één groot feest. We hadden inderdaad op de status Sven, die al, u kent hem al natuurlijk al. Kijk, ik dacht altijd, tot ik Sven ontmoette, dat Vlamingen, in tegenstelling tot Nederlanders, dat Vlamingen wat, laten we zeggen, wat ingetogener waren, wat bedachtzamer, bescheidener ook trouwens. En laten we zeggen, ook hun woorden op een schoudschaaltje bogen voordat ze ze uitspraken. Dat was voordat ik Sven ontmoette, want Sven bleek razendsnel te zijn. Als je met Sven aan mee doet, dat weet iedereen die bekend met Bart wel, dan ga je met een bus heen, je gaat schoolreis achter door Vlaanderen heen. Dus om 2 uur samen, de groenplaats, de bus, het busje, vast de mannen en zo, en dan moet je komen. En dan ga je met de bus naar heen. En ik zat vaak naar Sven op de weg heen. Want we hadden een bepaalde klik, mag ik wel zeggen, toch, hè Sven? Ik bedoel, heb je al niet zo. Ik dacht al, waarom doet hij het? Maar wij gingen vaak samen op pad, zaten naast elkaar. En ik ben er heel goed op gegeven. Ik dacht van, jezus, doe nou, Sven is tegen drugs. Wij moeten alle zijn bijzetten om bij te houden. Qua gedachten zijn, maar altijd in de reageren. Ik kwam aan bij de theater, was ik gesloopt. Dus op een gegeven moment dacht ik moet niet meer bij Sven zitten, want dat gaat niet goed zo. Sven was dus fantastisch. We hadden toen dat jaar hadden ook Ramzi Nasser. Die was toen net stadsdicht naar Antwerpen af. Die was toen benoemd tot de dichter des Vaderlands. En die Ramzi, die heel erg goed was, die beëindigde zijn optreden, zijn bijdrage, zijn moe altijd door langzaam van het podium van de microfoon weg te lopen. En dan verstieren zijn woorden letterlijk zo. Nou, dat is echt geweldig. We hadden ook Emme Mortier, die was net door de grote slag, die deed de finale. Nou, ik weet namens een van u een of hoeveel theater heeft een finale. Wat pakt dan kies, pakt uit. Dus de blazers, de pauken, de synthesizers, de gitaar, en dan gaat het vol volume. En die pakt dat precies anders aan. Die
heeft uit grote staat voorgelezen op hele zachte fluister. En verzorgde minutenlang met alle dames een schitterende, intieme finale. Eigenlijk nooit iemand naar hem ook nog hebt zien doen. En waartoe ook zeer weinigen in staat lag. Anders dan en dat je zelf. Dus die, dan hadden we antwoord weg, en de Hollander, die vraag uitkomt door het feit dat het nog een kleine blaas had. En die dus, het is niet anders. Antwoord korte blaas, was directeur dat het museum toen. En dit schreef ook geen liedjes vrije tijd. Maar hij had vooral een korte blaas. Of een kleine blaas. En ik ben heel veel in de bus aan de terug altijd, want hij heen, Evolu Cola en Spa. Terug mocht je aan bier. Terug was ik van Susanne Lochbof. En dan moest er om de havenklap, moest met name dan Anton beduidelijk onze vaste chauffeur om te stoppen, want hij moest in de klas doen. Wat mij opviel was dat Anton dat alleen maar in Vlaamse binnensteek. Af en toe, Platteland leven was niks aan de hand, maar zodra we een Vlaams stadje na, dan moest hij naar de chauffeur in de klas. En het mooiste van Anton wordt echt voor me zien dat hij, als waar hij paste tegen zo'n Vlaamse leven, maar hij wilde dat niet weten voor ons natuurlijk, terwijl ik natuurlijk de fotocamera er bovenop zat, maar dan stond hij zo half tegen, geweldig. We hadden ook aan boord een zangkoor onder leiding van een Vlamer, die overigens niet in Vlaanderen wonen, maar in Oostenrijk, gek genoeg. Paul heet hij, of Paul. En die was een koor, nou zo dames en heren, ik schrijf is erg, maar muzikanten zijn nog veel erger. Dit was een koor van mensen die zongen voor een deel Vlamer, maar voor een deel Engelsen, die zongen renaissance liederen. Nou, daar kreeg ik wel van, want ik zie altijd goed. Ik bedoel, de eeuwen overheen gaan, zie je geland. Dus die deed deze blind ook. En als ik dus terug kwam van het theater, want ik ben uitgeladen bij de rondplaats om er heel veel binnen te gaan. Maar zij ging naar Antwerpen in. En ik nam het nog serieus aan het toneel. Ik vond het niet repeteren. Je moet zorgen dat ik goed beslagen in IJsland. Maar die muzikanten maakten er een zeutje van. Dus ik zat soms om half aan het ontbijt in het heel top. Ik kwam die gasten binnen. Ik had ze even om iets anders gemaakt. Nee, ik kwam uit het café Kat. Goedemorgen. En u weet het, ik dacht tegen jullie, dan weet je wel, niet het Antwerpen lopen, het is een café waarvan de sleutels zijn bepaald worden de laatste klant die besluit om Tom Marsch in huis te gaan. Dus dan kwamen die Engelsen voorkomen, Lazarus kwamen ze binnen, die Vlaanderen thuis. En om twee uur zaten, of twee stonden ze dan weer op, en dan zaten we twee keurig in de bus, naast Sven, zal ik maar zeggen. Die was erbij. En ik zelf dus nog over die tijd café de Pelikaan, wat nu de grote moderne is, zat van de zomer heel erg druk, groot terras, maar in mijn tijd, 2,5 jaar geleden, als ik even zo vrij moet zijn, zo te zeggen. Dat was het café de Pelikaan, dat was een café. Daar kwamen 12 mannen, vrouwen zag ik überhaupt niet, 12 mannen die vroeger nog die refereerden aan wielrenuitslagen van voor de Tweede Wereldoorlog. En die hadden, als je alle gebitten van die mannen bij elkaar zou leggen, zouden misschien net een halve onder elkaar die zouden kunnen verspillen. Zo een café of wat. Kortom. Wij gingen dus met de bus van Knisselaar en Woeselaar naar Kortrijk en van Mechelen naar Sint-Niklaas. En Sint-Niklaas, daar begon ons in 2009, ook in februari. En dat was eigenlijk mijn hoogtepunt, maar minder in mijn geval, is de openingsavond. En in nooit gemeente, ik ben gewend als schrijver om het werk uit mijn hoofd te doen in principe. En dat redden ook die avond, dat redden ook trouwens die avond helemaal, want we zaten in Sint-Niklaas. Ik had nog gedacht, goh. Als je in zo'n plaats ook een theater onder die baas niet of die dom die erin werd, die gozer, die zit de plaats erbovenop, dus vragen de moeilijkheden en die kwamen er. Midden in mijn voordracht viel het licht uit, maar niet een beetje lamp in het uitviel, nee, echt alles totaal, echt een totale power cuts. Weet je, maar ook eentje waarvan ik dit nou, ze hadden een uitverkocht huis, 750 man in de zaal, nu kan ik me herinneren, een uitverkocht huis. En er was ook niet zelfs maar, wat je nog wel zegt, als er iets uitvalt, dat er dan bij de uitgang nog een klein bordje brandt met een mannetje of een vrouwtje erop die dan. Of zo staat, dan weet je, oh daar kan je uit. Dat was ook niet met geval. Het was helemaal totaal aardig donker. Maar ik kende mijn tekst. Ook in donker natuurlijk. Dus ik kon gewoon doorgaan. En het mooie was, dat kijk, je moet zorgen, dat gaat dan door je heen, wat er één ding moet niet gebeuren, is dat het maar niet uitbreekt. Als 750 mensen in het pikken donker naar een uitgang gaan zoeken die er überhaupt niet te vinden is, eigenlijk dan, en dan over elkaar gaan klimmen, dan krijg je hele vervelende tafereelen. Dat zou ik zeggen, ik moet doen. Dus ik wist, we doen of er niks aan de hand is. En ik ging gewoon door met mijn verhaal. En ik vroeg terloops overigens wel of ik het eerste geheimzinnig in de aansteken had. Ik kon ongeveer zien waar we aan de tekst toe waren. Dat gebeurde keurig. En nog even zo'n ding dat op deze ook een vlammetje had. Die kon nog een beetje de zaal, een beetje ook zo zien. Ik laatste dag gaf ze goed kunnen naar het geheel. En dat was eigenlijk mijn. Ik heb daarna eigenlijk nummer overheen gekomen. Dat is mijn beste avond eigenlijk nu achteraf. Goed, dames en heren. Dankzij de Corvids. En dankzij de bus. En dankzij de excellente kok Harry. Die ook hier in de expo aan het woord komt. Want we hadden een kok. Ja, bij Hollanders zijn we niet gewend.
Daar gaan we de Chinezen wat eten van tevoren. Maar jullie, vooral jullie, een goede week voor zo, dus dat, je wordt echt in de watten gelegd. Dus we hadden een kok mee in het theater, dat moet even bijstellen, die dan voor aan tafel, dat ging ook aan tafel uit. Dan legde hij uit dat het ging wat het menu was. Het moest eens gesprek worden stil. Dan hadden we een vijfgangen menu. Nou, met ja, gefrituurde zeekaaltjes die dan dwars gebakken. En dan met linksomdraaide muesli-yoghurt. Nou, echt ongesteld. Als op zoveel gegeven kon wij niet meer optreden. Want het vreemd van de gegeven. Helemaal te gek. Dus het was een onvergetelijke belevenis. Die zette een mooi tournee. Breder gezien. Dankzij nu Corbitz en Stichting Wouter Begeerte, wat er gebeurde was eigenlijk dat bereikten wij schrijvers weer een publiek. En dat is een grootse prestatie. Want als u even terug gaat naar het begin van Stichting Wouter Begeerte, 1984, toen was het literaire landschap bij optreden een barre woestenij. Het was zo dat de eerste literaire mode die schreef voor dat een schrijver überhaupt niet optrad. Ik bedoel, optreden is belachelijk voor een schrijver. Een schrijver hoorde altijd een schrijver. Jij wel het land in om mensen te ontmoeten. Nou, heel suspect. Heel verdacht was dat. Een schrijver die naar het publiek toe ging. Nou, die was vast niet goed bij zijn kokosneut, laat ik maar zeggen. Dat was de eerste gedachte. Dus op die tijd eigenlijk niks. Je had een paar jongens uit Nederland. En dan kwam die had je dan in Nederland. Simon Venkel, Brunevloor en de Zuid-Dillen. En in Vlaanderen kwam weer dat hartje voorzichtig. Aarzen kwam Tom natuurlijk op. En Herman, uiteraard. Die nu zo beroemd zijn, die twee Tom en Herman, dat ze geen achternaam meer nodig hebben. En je had een dichter die toen nog de waren, nooit meer van gedaan. En je had de Gentse dichter Johan Joos, die het altijd heel erg te gek vond, maar die, als hij optrad, ik was met hem dan wel een paar keer mee, altijd werd getrakteerd op gejoel en uitjouwen en ik weet niet wat er meer was, maar die vond het fantastisch. Hoe dan? Wat Luc deed was schrijvers een podium geven en schrijvers zo in contact brengen met de mensen en dat in een theatrale set, een briljant idee. Wat Luc en zijn dichters avond aan avond deden, was de literatuur aan de hand van schrijvers wakker kussen. En dat zie je op de expeditie hier terug. En de liefde en de passie waarmee Luc en Marjan zijn echtgenoten en de talloze medewerkers dat allemaal gaan. Dat zie je allemaal hier terug in de expeditie. Dankzij Luc en dankzij Stichting Behoud de Begeerte roemte en vonkte en kletterde en knisperde en vlonde de literatuur weer. En werden wij schrijvers niet een soort van loners die unplukt als een loser door het leven gaan. Nee, wij deden ertoe, we hadden een publiek, met andere woorden, wij leefden en de literatuur leefden. Dat allemaal dankzij Luc en zijn stichting. En dat, die hele notie, spat van deze expositie af. Is vanavond, je gaat nu wel kijken, zak, maar het is ook vooral reunie natuurlijk, begrijp ik ook. Maar kom zeker de komende weken, we staan een aantal weken hier, kom zeker terug. Toegang is machtprobleem, weet je, 5 euro is gratis eigenlijk, in zekere zin. En dan doen we uren verder en dan kan je als een rijke mensen deur uit. Zo geweldig, veelzeggend en zo rijk geschakeerd deze expeditie met beelden van schrijvers. Met talloze posters, verzamelingen, foto's, bijzondere dingen, brieven. Het is werkelijk een. Luc heeft daar, ik weet een tijdje wat het nodig is om zijn expeditie voor te bereiden. Het is een moeilijke werk geweest. Tot hij nog leeft, is hij een wonder. Dus gaat de komende weken ruimschoots bezoeken. Dames en heren, dat wordt er dus vanaf. Die liefde voor de literatuur, liefde voor schrijvers. En wat Luc laat zien. En iets in de laatste zin zal laten zien ook, is dat literatuur niet dood is en niet doods is, maar dat het leeft. Tot slot, een klein bezoek, Luc, op zo'n titel. Als jij eens weer aan een cent bij moord gaat denken, na 2015, dan gaat het nu over 2016, waarin ook mijn agenda redelijk op beschreven is. Dan zou ik jou als je het programma met elkaar gaat timmeren, je willen verzoeken om alsjeblieft mij mee te nemen.